Mijn naam is Barbara Havenit en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met een lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Barbara Havenit. Barbara is integraal gynaecoloog, ortomoleculair arts en mede-auteur van het boek Hormoonbalans voor Vrouwen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Barbara, welkom. Dag Richard. Ik lees op de website, het liefst noemt ze zichzelf vrouwenarts. En dan zeg je, vrouwenarts is een prachtig Nederlands woord dat goed weergeeft dat ik een arts ben voor, of dat ik een arts voor heel de vrouw wil zijn. Kun je dat toelichten? Ja, kijk, de officiële titel is gynaecoloog, maar vrouwenarts is ook nog het beschermde, zeg maar, titel, hè, van de medisch specialist. En ik vind het gewoon mooier. Gynaecoloog is natuurlijk eigenlijk hetzelfde, het is synoniem. Komt uit het Grieks, gynaikos, vrouw. Maar ja, ik vind vrouwenarts echt klinken als de dokter die ik wil zijn. En niet meer de dokter van de onderdelen. Dat vind ik toch weer de gynaecologie heel erg. Hè? Van de baarmoeder en de eierstokken. En alles een beetje aan de buitenkant. En hè, zo dit. Mm-hmm. En vrouwenarts vind ik inderdaad de vrouw als geheel. En mensen zijn geen... verzameling, niet een puzzel van allerlei losse blokjes. En dat is een van de dingen die waar ik na verloop van tijd wel tegenaan liep in de geneeskunde. Dat we, als het ware, bij de poort van het ziekenhuis de patiënt uit elkaar trekken. En het stukje dat gaat naar de neuroloog, en het stukje gaat naar de endocrinoloog, en het stukje gaat naar de cardioloog, en een stukje naar de gynaecoloog, een stukje naar de orthopeed. En niemand kijkt meer naar het geheel. En dat wilde ik graag terugpakken, het geheel overzien. En nou ja, met name dus in het lichaam het geheel. Lichaam en geest als een geheel, hè, niet als twee aparte entiteiten. Maar ook leefomstandigheden, waar je vandaan komt, hoe je leeft, wat je leefstijl is in relatie tot je gezondheid. Dat wilde ik graag terugpakken met de naam vrouwenarts. Mooi, ja, je noemt een aantal essentiële dingen. Het samenspel lichaam-geest. De mens, het lichaam als eenheid in plaats van eilandjes. En ook dus gezondheid in relatie tot leefstijl. Je reguliere medische specialisatie ronde je af in 1995. Je bent toen ook werkzaam geweest in ziekenhuizen, hè, tot 2011. Ben je toen deze visie, zeg maar, in die jaren al gaan ontwikkelen en ging dat... op een gegeven moment knellen? Kun je wat meer toelichten over die weg vanaf 1995? Nou, de weg begon al wel inderdaad eerder. Begon al voordat ik geneeskunde ging studeren. Vanuit wat ik ook zag in jouw eerste boek, de belangstelling voor niet-westerse geneeswijzen. Ik had heel veel affiniteit met traditioneel Chinese geneeswijzen. Ik at macrobiotisch. Tegenwoordig noem ik het macro-idiotisch, maar oké, dat is een zijweg. Dus die belangstelling was er. En ik dacht, ik ga geneeskunde studeren. Die weg moet je gaan. En dan kan ik vervolgens weer de weg terugnemen. De weg terug heeft wel iets langer geduurd. Ik ben uiteindelijk regulier gaan specialiseren. Wilde ik ook heel graag, omdat ik dacht, vanuit een medisch specialisme kun je mensen toch ook veel vrouwen veel beter bedienen dan als basisarts. Of, goed, dat was mijn visie. Maar je merkt dat je ook heel veel moet weglaten. Je kan niet meer breed kijken als je als, bijna niet breed kijken als je als medisch specialist in een ziekenhuis werkt. Je ziet nu langzamerhand dat het begint te keren. Ik hoor steeds meer medisch specialisten, maar ook huisartsen die inderdaad weer die bredere blik willen ontwikkelen. Niet dit, de richtlijngeneeskunde, maar toch ook het geheel overzien en ook veel meer belangstelling voor de preventie en de leefstijl in relatie tot gezondheid. We hebben ik denk dat we in Nederland een heel goed systeem hebben wat betreft gezondheidszorg als je iets acuuts hebt. Als je breekt een heup of je hebt een longontsteking, noem maar iets.
Maar we kijken veel te weinig naar de preventie en naar de oorzaak van ziektes. Dus we kunnen prima de boel bij elkaar vegen en opnieuw in elkaar zetten, maar niet van hoe komt het stuk, zeg maar. Daar wordt in de opleiding geneeskunde nog veel te weinig naar gekeken. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er is een nieuwe beschrijving van hoe de medische opleiding er zou moeten uitzien, het kader. En daarin staat preventie en aandacht voor leefstijl. Dat is echt heel mooi. En het is een heel mooi stukje wat me echt mijn hart sneller liet kloppen toen ik het zag. Dat ik dacht van yes, we zijn weer op de weg zoals het moet. Mooi, ja. Differentiatie naar integratie en ook weer veel meer het omarmen van misschien de oude reguliere geneeskunde van Hippocrates qua voeding en leefstijl, preventie. Je begon dus met een stukje voor 1995. Mm-hmm. Nou, in 1995 was je dan vrouwarts. Mm-hmm. Ging je aan het werk in ziekenhuizen, ervaringen tot 2011. Wat deed je uiteindelijk besluiten om uiteindelijk dan die witte jas daarop te hangen en een andere weg in te slaan? Het was vooral de realisatie van, ik was, hoe oud was ik toen? 45. Van jee, ik ga nog 20 jaar, 22 jaar zo werken. En wil ik het op die manier gejakker. Mm-hmm. En hele volle polies. Je zag zo op een ochtend 25 mensen. Ja, 10 minuten voor een vervolggesprekje. Het was echt haast. En als iemand even iets meer tijd nodig had, en dat gunde ik mensen altijd heel erg, dan liep het zo weer uit. En dan wist je, anderen die zitten nu te wachten. Of je moest inhalen door nog meer te jakkeren. En eigenlijk deed je mensen geen recht. En dan kwamen er ook echt patiënten bij me van buikpijn. Hè? Een probleem wat je als gynaecoloog ook heel veel ziet. Weet je, die waren dan al 3 keer met een aanval op de SIH geweest. Nou, het was dan nooit een appendicitis. En dan had ook al eens een gynaecoloog gekeken met een echo. Nee, dat was ook niks gynaecologisch. Nou, die waren dan bij de maag-darm-leverarts terechtgekomen. Die hadden dan aan 2 kanten een slang erin gestopt en zagen ook niks. En nou, dan had de urologisch gekeken met een buisje in het vooronder. En dat was dan ook niet. En dan kwamen ze terug bij de gynaecoloog. En dan maakte ik een echo. En dan zei ik, nee, wat is niet gynaecologisch, mevrouw? En dan dacht ik van, ja, waar zijn we mee bezig? Want deze patiënt heeft buikpijn. En iedereen heeft uitgesloten dat het van zijn of haar organen, waar die over gaat, dat het daar niet mee te maken heeft. Maar je helpt de patiënt niet. Niemand heeft nog tijd om te praten, wat veroorzaakt nou jouw buikpijn? Heeft het te maken met stress? Heeft het te maken met je voeding? Heeft het te maken met heel veel andere factoren die mogelijk kunnen zijn? Hè? Met drukte, met te veel hooi op je vork. Of misschien is het wel iets in dat lichaam functioneel wat we niet kunnen zien als we slangen erin stoppen of buisjes of echo's. Misschien is het iets wat je niet op beeld kunt krijgen, maar gaat het over de functie van het geheel? En die vraag was eigenlijk ook stellen, was het beantwoorden van 20 jaar zo nog werken, dat ga ik gewoon niet doen. Dat is niet mijn weg. Weet je daar eigenlijk niet gelukkig van? En ik zag me op de lange duur zeker niet gelukkig blijven. Ik heb met heel veel liefde het vak gedaan. Ik vond de verloskunde ontzettend leuk. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment ook, het werd ook een beetje technisch. Het is een trucje. Dan heb je het al zo vaak gedaan. Duizenden bevallingen. En op een gegeven moment ga je werken als gynaecoloog met de klinisch verloskundige was in die tijd. En dan kwam je als gynaecoloog eigenlijk alleen nog maar naar binnen op het moment dat er iets ellendigs was. Goed, je staat ook niet meer te wachten op tussen 2 en 3:30 s'nachts naast een mevrouw die haar eerste kind krijgt. Een uur persen, zeg maar. Dat is ook op een gegeven moment niet meer zo charmant. Dat je denkt, van dat is leuk de eerste 1000 keer, maar daarna misschien wat minder. Maar dat technisch alleen maar naar binnen komen als er een keizersnee gedaan moet worden of een vacuümbevalling of iets ellendigs, mensen in stress, vond ik ook niet meer zo prettig. Dus daar heb ik afscheid van genomen, ja. Ja, en je ging om je heen kijken en je richt je eigen bedrijf ook op. Je bent als medisch specialist ook enorm nieuwsgierig. Je ging ook andere opleidingen mm-hmm. volgen. Orthomoleculaire geneeskunde, de psychoneuroimmunologie. Mm-hmm. Waar komt die nieuwsgierigheid vandaan? En welke antwoorden heb je ook uiteindelijk in die andere stroming gevonden om die vrouwen beter te kunnen helpen? Die nieuwsgierigheid had ik altijd al. In die zin van dat ik ook al tijdens mijn gynaecologieopleiding bijvoorbeeld een haptonomieopleiding heb afgerond. En al heel lang verdiepte in die gezondere voeding. Dus die was er al wel. Maar ook dat ik altijd heel graag wil weten waarom dan.
Ik herken dat heel erg in mijn kinderen die dat ook 100 keer vragen op een dag. Ja, maar waarom dan? Toen ze klein waren. Nu iets minder, ze zoeken nu zelf uit. Maar ja, dat heb ik altijd wel gehad, dat ik het wilde weten. En niet gauw tevreden ben met van ja, want het staat in de richtlijn. Maar waarom dan? Maar hoezo is het zo opgeschreven? En toch altijd het naadje van de kous willen weten. Omdat ik denk dat je zo mensen gewoon veel beter kan helpen. Dat was een van de dingen. Oorzakelijk denken, of naar de oorzaak doen. Juist. Dat zijn we een beetje verleerd, vind ik, in de geneeskunde. Ja. Ja. En die eigen vrouwenpolie was een droom. Ik heb een vriendin die gynaecoloog is in Duitsland. Vrij gevestigd vrouwenarts al daar, ook vrouwenartsin. En dat was mijn grote voorbeeld. Ze is jonger dan ik, maar zij had gewoon het lef om te zeggen... ja jongens, de groeten jullie met je krankenkassen, de zorgverzekeraar. Ik ga het gewoon zelf doen op mijn manier. Integratief. Dus tijd nemen om te luisteren naar het verhaal. En goed kijken inderdaad van welke factoren allemaal bijdragen aan gezondheid en ziekte. En mensen, vrouwen, op die manier weer versterken. Dus de kracht geven van om zelf weer het heft in handen te nemen. Het heft van de gezondheid. Ja. Ja. Is de zorg in Duitsland veel anders? Wat anders qua organisatie. De laatste jaren ook is het veel meer op elkaar gaan lijken dan het ooit vroeger was. Je had nogal een tweedeling vroeger met krankenkassen en privaat. Dat had je vroeger in Nederland ook, de privéverzekeraars en de ziekenfondsen. Als privéverzekerde kon je veel meer en had je veel meer keuzevrijheid. Dat is afgeschaft, ook in Duitsland en hier ook. En wat in Duitsland heel anders is, is dat veel medisch specialisten gevestigd zijn in de stad of het dorp met een praktijk. En dat is in Nederland iets wat al in de 60er jaren... weggegaan is. Je had hier ook vrij gevestigde medische specialisten in steden en dorpen. Tegenwoordig zit iedereen in het ziekenhuis. En dat is weer langzaam een beetje terug aan het komen. En er zijn nu denk ik zo'n 10 gynaecologiepraktijken die vrij gevestigd zijn. Dus buiten ziekenhuizen om met ieder hun eigen aandachtsgebied. Ja. Ja. Is het wat ik zie ook echt als een bruggenbouwer tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. Eigenlijk ook het beste van beide werelden verbinden. Ja. In dit geval dus voor de vrouw, zodat ze de beste zorg krijgen. Mm-hmm. Dan de mogelijkheden die er waren binnen de kaders van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ja, dat is makkelijker. Zeker. Kijk, als je eigen baas bent, heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Dat is sowieso logisch. Dat je niet meer in het stramien zit van afspraken van 10 en 20 minuten. Haast. Dat geeft al heel veel gewin. En ik ben je vraag even kwijt. Hoor. Dat je nu veel meer vrijheid hebt. Regulier en complementair goed te verbinden. In tegenstelling tot mogelijkheden, de beperkingen die er misschien deels liggen binnen de muren van het ziekenhuis. Ja, ik vind met name het woord integratief wel een heel goed om te munten. Wat je ziet is dat toen ik begon, werd er met argusogen gekeken. En er is ook menig lelijke stukje over me verschenen bij de vereniging tegen, je weet wel. Dankzij, ja. Precies. En als je dan nu kijkt, die nieuwe kaders van medische opleiding, hoe dat omschreven is. En dan, het was gewoon thuiskomen, want wat er werkelijk staat is, we kijken niet meer langer naar de foto, maar naar de film. En ik dacht van, hé, die herken ik ergens van. Mm-hmm. Dat nu omarmd wordt. Hè? En het concept positieve gezondheid van mag dat hoebel wat omarmd wordt. In de visie op de medisch specialist 2025. Ik denk van, joh, weet je, er is iets aan het veranderen. Die was laatst ook in de podcast. Ja. Mag dat hoebel, dus die is voorgegaan. Ja, dus als je dan kijkt hoe het aan het veranderen is, dan is het nu veel makkelijker. Zeker dan toen ik net begon. Ja. Ja, maar het is ook denk ik wel dat je in 2011, dat nog niet iedereen je steunde. Je was ook een pionier. Je liep je tijd ver vooruit. Oersterk, mijn eerste boek kwam uit in 2012. Dus ik herken ook dat er in 8 jaar, qua tijdsgeest en bewustwording, dat we gelukkig veel stappen verder zijn. En zeker. Dat uiteindelijk in die 8 jaar, of 9 jaar vanaf 2011, de ziektekosten ook niet zijn afgenomen, zeg maar. Dus er is ook steeds meer noodzaak naar een integratieve visie. Hè? Mm-hmm. Je weet als medisch specialist alles van vrouwenklachten. Daar ga ik zo nog wat dieper op in. Maar als je dat dus ook betrekt naar preventie en leefstijl, waar jij enorm veel over weet. En als je dan ook kijkt naar de vrouw. Zijn enorm veel vrouwen die luisteren naar de podcast en ons zien. Op YouTube kijken. Als je de vrouw dan ziet als
noem ik heel veel als fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, holistisch systeem. Mm-hmm. Hoe kan een vrouw dan in de basis goed voor zichzelf zorgen, waardoor de kans veel kleiner is dat ze ooit naar een gynaecoloog in het ziekenhuis hoeft? Ik denk dat het om het geheel gaat. Dus inderdaad, het begint natuurlijk met de goede voeding. Maar het begint ook met aandacht voor jezelf, voor je eigen lijf, voor je eigen systeem. Dat je af en toe jezelf uitzet, zeg maar. En dat zie ik wel de laatste jaren heel erg gebeuren. Patiënten die bij mij komen, die echt alleen nog maar aanstaan. Die net nog 7 uur per nacht slapen, maar voor de rest alleen nog maar aan. Kun je toelichten hoe zo'n dag dan van 17 uur eruit ziet dat ze aanstaan? Nou, ik denk, je begint 's ochtends, je checkt je telefoon, je kijkt van wat voor nieuws is er. Je krijgt meteen de hele wereld over je heen met alle oorlogen, alle ellende, alle hongersnoden, alle coronasterftes. Ik bedoel, het houdt niet meer op. En vervolgens, je moet zorgen wellicht voor een gezin, voor kinderen misschien, voor een partner wellicht. Je gaat naar je werk. Je moet weer terug, je moet door het verkeer. We hebben alleen nog maar heel veel visuele en audiologische indrukken de hele dag door. En onze wereld is niet meer klein. We hebben, als ik dan terugkijk naar het leven van mijn grootmoeder, uit 1909 geboren. Denk van toen zij opgroeide, had je een dorp waar ze woonde. Dat was ongeveer de wereld. En af en toe ging je 4 keer per jaar naar een grotere stad in de buurt. Naar de kermis. Dat was het. En verder niet. En er was geen, er was misschien maar radio in haar jeugd dan. Er was geen tv. Het was beperkt en klein en overzichtelijk. En misschien willen we dat wel helemaal niet meer. Maar tegenwoordig is het wel allemaal heel groot. En je kunt je niet meer afsluiten. En ik zie heel veel mensen die daar last van hebben. We maken voortdurend alleen nog maar adrenaline, adrenaline, adrenaline. Want ja, we hebben niet in ons stresssysteem die filter tussen gevaar wat echt is en virtueel gevaar. En als je alleen nog maar adrenaline maakt, dat is niet zo erg goed voor je hormoonhuishouding, voor je vrouwelijke hormoonhuishouding, voor je estradiolverwerking. Want dat bijt elkaar. En ik zie daardoor echt veel vrouwen in de problemen komen. Ja. Ja, en estradiol is dus een oestrogeen. Dat is het belangrijkste vrouwelijke oestrogeen. We hebben verschillende soorten oestrogenen. Ja. Ja. Estradiol van je vruchtbare levensjaren, oestron, wat in het vetweefsel wordt gemaakt, voor en na ook de vruchtbare levensjaren, dat zijn de belangrijkste. En estriol, nog het hormoon van de zwangerschap. Dat zijn de 3 belangrijke. Mooi, nou, gelijk een stukje masterclass in de precies, podcast. Ja. Je zei dat je het antwoord opende natuurlijk het belang van goede voeding. En daarvoor zei je al macrobiotisch, dat noem je dan nu anders. Wat is dan goede voeding? En hoe is in de jaren dus jouw perspectief op goede voeding gewijzigd? Nou, in die zin dat ik veel meer ben gaan zien dat we echt moeten kijken naar hoe de mens zich vroeger voedde. In de periode dat we mens geworden zijn. Hè? Die honderdduizenden jaren sinds Homo sapiens er was. Eigenlijk is pas de laatste 5.000, 10.000 jaar is er iets veranderd dat we landbouw gingen toepassen. Voor die tijd jagerverzamelaar. En als je dan kijkt wat er veranderd is sinds Wereldoorlog 2 beëindigde. Denk je, en met name de laatste 30 jaar. Er is zoveel veranderd in ons voedingssysteem. Het is haast niet meer bij te benen. En het is niet meer de voeding die voedt die we tot ons nemen. Het is gemakseten, het is knutseleten. En ik denk dat daar een grote winst te behalen valt. En ik zeg echt niet dat iedereen zijn eigen stukje grond moet gaan bebouwen. Hè? Zoals vroeger natuurlijk ooit wel het geval was. Je had een moestuin. Hè? Je had geen tuin, maar je had een moestuin. Tegenwoordig hebben we siertuin. Maar dat hoeft niet. Maar het vers en onbewerkt. En als je dan kijkt wat het dichtst bij komt. Tussen wat we echt kennen. Dat is mediterrane voeding. Daar is ook ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Naar de positieve effecten van mediterrane voeding. De voeding die ze in de Blue Zones eten lijkt op mediterrane voeding grotendeels. Het is grotendeels plantaardig, maar niet alleen plantaardig. Dus in ieder geval heel erg veel groenten en beperkt fruit. Maar ook kleine dieren, visjes, schaaldieren, schelpen, krabbetjes, kreeftjes, insecten wellicht. Nou, daar zijn we tegenwoordig nog niet zo voor in.
gevogelte eieren, beperkt zuivel, peulvruchten. Het hoort er wel allemaal bij. Dus het is heel, een heel breed palet en heel veel verschillende soorten voedingsmiddelen. En dat was natuurlijk voor het eerst in de opleiding KPNI dat ik daar iets over leerde. Over oervoeding, het concept, over diversiteit in voeding, over ja, breed, zo breed mogelijk kiezen. Hè? Dus je niet beperken tot de 30 soorten voeding die de supermarkt aanbiedt, maar ja, echt weer terug naar hoe het oorspronkelijk was. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook nog heel veel vrouwen zijn die de relatie tussen voeding en hun vrouwelijke hormonen niet kennen. Of er ook niet van weten dat er een koppeling is, omdat ze er nooit wat over geleerd hebben. Nee, dat klopt. Ja, dat is ook zo. We hebben geen voedselvaardigheid geleerd op onze school. Menigeen weet niet eens hoe het groeit, voeding. Wanneer kom je nou nog eens in een moestuin? En ja, goed, ik ben zelf opgegroeid met een moestuin. Mijn vader had een enorme moestuin. Dus ja, goed, je kende de soorten voedingen, wist wanneer wat klaar was om te oogsten. En er was diversiteit. En dat is gewoon tegenwoordig niet meer. Je gaat gewoon naar de supermarkt en je laat je mandje vol. En het grootste assortiment zit in het koelvak. Is ingepakt, want voorgesneden, voorbewerkt. En dat is toch anders dan hoe het tot tientallen jaren geleden was. En ik denk dat als je kijkt naar de invloed van diversiteit van wat je eet, dat heeft een enorme invloed op de diversiteit van je darmbacteriën. En juist de diversiteit van darmbacteriën, die ieder hun eigen stofjes weer maken, is van heel groot belang voor je hormonale gezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor je geestelijke gezondheid. De enorme tienbaans snelweg tussen darm en hersenen, om maar iets te noemen. Het hormoonsysteem zit er keurig tussenin. Wordt erg beïnvloed door darmgezondheid. Daar begint het allemaal. En dat is rechtstreeks wat je eet. Ja, dus het is een enorm essentiële koppeling. Het is essentieel. En ik verbaas me er altijd over dat er ook wel eens patiënten bij me komen. Bijvoorbeeld een colitis of een ziekte van Crohn die je dan uitleg geeft. En die hebben dan bijvoorbeeld ook een gynaecologische auto-immuunziekte zoals lichensclerose of een auto-immuunachtige ziekte zoals endometriose of een schildklier-auto-immuunziekte zoals Hashimoto. Je gaat uitleg geven de relatie tussen zo'n colitis en Crohn en de andere auto-immuunziektes en het aspect voeding. En dan gaan ze terug naar hun maag-darm-leverarts en zeggen ze, ja, ik ben anders gaan eten. Ja, maar dat is onzin. Dat is geen relatie tussen je voeding en hoe je darm werkt. En denk van, ja, hoe kun je dat beweren? Dat is toch wel bijzonder. Dat die opvatting leeft onder collega-medisch specialisten van een ander onderdeeltje. Heb je daar een standaard document over gemaakt, ook met wetenschappelijke publicaties die je dan je collega's kan mailen of pak je de telefoon wel eens op? Of is dat... Nee, joh, ik doe de moeite niet. Nee. Ik merk dat als je zo ingegraven bent, als je dingen zo vertelt, dan denk ik, ja, ik kan niet de hele wereld gaan verbeteren, Richard. En ik ben al lang blij als ik mijn patiënt op het goede pad breng. En ik vind het nog veel leuker om te merken dat de vrouwen die ik verder help door te kiezen voor andere voeding, onder andere, dat ze terugkomen en zeggen van, ja, maar het gaat ook veel beter met mijn kinderen bijvoorbeeld. Of wat heel erg leuk is, dat er dan zo'n partner meekomt, hè, die dan naast zo'n patiënt zit te stralen. Dat is echt een heel mooi verhaal. Zo van, goh, ja, vindt u het ook prettig dat er nu anders gaat? Ja, want ik heb diabetes en ik was met de verpleegkundige. En die zei van, nou, meneer Huppelpup, wat geweldig, uw HbA1c is gedaald en de nuchtere glucose is een stuk beter. Ja, en ik heb de medicijnen gehalveerd. Hoezo de medicijnen gehalveerd? Ja, ik was bij de gynaecoloog. Het is natuurlijk echt ontzettend grappig om dan terug te horen. Dat je niet alleen een patiënt verder helpt, maar ook degene die met haar samenleven. Dat vind ik mooi. Ja, absoluut. Ja. Dat is een fantastische impact die eigenlijk zo uitwaaiert. Zeker. Ja. Nou, er zijn enorm veel vrouwen in de maatschappij, dus eigenlijk met hormoononbalansen. Daarop schreef je ook een fantastisch boek, Hormoonbalans voor Vrouwen, hè, met Ralph Moorman. Mm-hmm. En in dat boek staan 38 veel voorkomende klachten en ziekten bij vrouwen. En die nemen jullie on the loop. Nou, ik ga ze niet alle 38 af, maar drie die ik natuurlijk heel veel hoor en ook vroeger zag in mijn praktijk voor integrale geneeskunde zijn overgangsklachten, PMS en menstruatiepijn. Ook als vrouwen nu luisteren en denken, hé, één van die drie,
gaat over mij. Wat zijn al algemene tips om ervoor te zorgen dat het lichaam wat beter in balans komt en dat signalen zoals overgangsklachten, PMS en menstruatiepijn wat minder dus nodig zijn? Mm-hmm. Nou, dus kijken naar het grote geheel. Het is dus een verandering in hormoonhuishouding bij alle drie vaken. Niet per se de menstruatiepijn, maar zeker PMS en zeker de overgang. En de overgang, dat is wel bekend. Hè? Van het een op het andere moment wordt er geen estradiol meer gemaakt, eierstokken met pensioen. Nou, daar moet je dan mee dealen. En op zich lukt het heel veel vrouwen goed om in een aantal maanden of een aantal jaar weer een nieuw evenwicht te vinden. Maar niet iedereen. En dan zijn vrouwen die hebben gewoon echt verschrikkelijke ernstige overgangsklachten of zeer langdurige overgangsklachten. En wat er bijna altijd achter zit, dat is laaggradige ontsteking als factor. En dan is het goed om je af te vragen, nou, hoe komt deze patiënt dan aan die laaggradige ontsteking? Dus als je nu luistert en je hebt overgangsklachten, ga bij jezelf na. Wat kan er spelen? Wat is er in onbalans? Waardoor ik niet terug in het evenwicht kom met andere, met lagere hoeveelheid hormoonproductie. Want daar gaat het om. Het gaat altijd om flexibiliteit, om veerkracht. En wat heeft zo'n impact op je veerkracht? Dat je niet je opnieuw kan aanpassen, dat je lijf zich niet opnieuw kan aanpassen aan een verandering in hormoonhuishouding. En nou, dat heeft bijna altijd iets te maken met stress enerzijds en anderzijds met hoe het lijf werkt. Ook vaak onder invloed van stress minder goed. Ontstekingen onder invloed van bijvoorbeeld stress, maar bijvoorbeeld ook een lekke darm is heel vaak een achtergrond. Vrouwen die hoge bloeddruk hebben en daardoor opvliegers hebben. Vrouwen die schildklierproblemen hebben en daardoor opvliegers hebben. Ook vaak weer terug te leiden naar laaggradige ontsteking als achterliggende oorzaak. En ja, dan dus bekijken hoe kom je dan aan die laaggradige ontsteking. En dat heeft heel vaak te maken met lekkages in barrières. Waar de binnenkant van ons lichaam en de buitenkant van het lichaam aan elkaar grenzen. En dat vind je heel vaak in de mond en dat vind je heel vaak in de darm. Oké, eigenlijk is het dus heel simpel wat ik doe. Namelijk kijken hoe komt degene in onbalans. En altijd kijken naar stresssysteem en altijd kijken naar de barrières. Het immuunsysteem met andere woorden. En vaak kun je vrouwen zo weer in balans helpen. Van de andere kant, wat er nodig is voor herstelbalans, als je het nu hebt over de overgang, dan vergt dat ook flexibiliteit. Want immers, het is handiger als je dan een ander soort voeding gaat doen. Het is handig als je body-mind technieken leert. Maar als je gewoon geen nacht meer doorslaapt en de ene na de andere opvlieger moet wegwuiven, dan heb je gewoon de energie niet om te veranderen. Dus wat ik dan heel veel doe, Ries, dat is vrouwen echt hormonen geven. Bio-identieke hormonen uiteraard. Waarvan veel voordelen bewezen zijn en maar heel weinig nadelen zijn aangetoond. Eigenlijk haast niet. Om die veerkracht terug te geven en de verandering te kunnen maken. Dus dan kies ik toch ook voor reguliere geneeskunde. Weliswaar mijn eigen twist, namelijk dat ik wel bio-identieke hormonen voorschrijf en niet de gebruikelijke hormooncombinaties van estradiol met een knutsel progestageen. Dus, geven meer bijwerkingen? Die hebben met name op de lange termijn meer nadelen en kunnen inderdaad ook bijwerkingen hebben. Ja. En op die manier, wat ik dus echt wil, mensen het stuur teruggeven, zelf terugpakken hoe je je gezondheid en je welzijn kan beïnvloeden. Daar gaat het om. Ja, want het is een mooie film die je schetst. Want je begint met overgangsslachten. Heb je het over dus hormonen. Over slijmvliezen, barrières. Over laaggradige ontsteking. Over de oorzaak daarvan. Waar je misschien dan ook uitkomt weer bij dat voorbeeld van die vrouw die 17 uur per dag aanstaat en overprikkeld is. Die vrouw komt misschien bij je en denkt, ik krijg een cremmetje. Krijg een supplement, dan is het opgelost. Maar dan kom je daar ook uit op een punt dat van je moet iets in je leefpatroon veranderen. Want anders, dan bied ik je alsnog een quick fix aan en dan zit je over 3 maanden weer. Of over een jaar weer. Omdat er dan niets verandert. Mm-hmm. Dat vrouwen echt dat bewustzijn al hebben. Waarschijnlijk omdat ze je kennen. Ze volgen je via social media of via een nieuwsbrief. Of via alle interviews die je veelvuldig hebt. Dat je eigenlijk dus maar in de spreekkamer al met 1-0 voor staat, omdat de patiënt ook veel meer verlangen naar die holistische aanpak van jou? Een groot deel van de patiënten is al heel bewust bezig met voeding en leefstijl, maar zijn er ook die
ja, voor wie dat nog Chinees is, zeg maar. Die echt aan zich nog nooit meer hebben bezig gehouden. En die s'avonds een blik of een pot witte bonen en tomatensaus opendraaien. En dat als we al een maaltijd zien. Die komen ook, hoor. Ja, heerlijk, heerlijk. Maar ja. En daar kun je nog heel veel bereiken, zeg maar. Dat is heel divers. Ja, zeker. Ja, en ik neem aan dat hele spectrum je werk ook zo dynamisch maakt. Dat je iedere uur moet schakelen. Zeker, ja. Zeker. Het is altijd weer je goed verdiepen. Dus goed luisteren naar het verhaal. Ja. Dus ook de filmgeneeskunde. Dus niet kijken wat is de klacht op dit moment. Welke richtlijn past erbij? Welk pilletje staat erin? En dat schrijf ik voor. Hoe is het zover gekomen dat iemand op dit moment deze klacht heeft? Wat is eraan vooraf gegaan? Ja. Wat heeft bijgedragen aan het probleem? En we hebben het over de overgang gehad. En als je dan kijkt naar PMS, dan vroeg jij ook naar. Van, ja, dat heeft heel veel te maken met het voortdurend aanstaan. Omdat PMS, en dat staat niet in de officiële richtlijn. De officiële richtlijn van de Vereniging Gynaecologie is. Voeding en leefstijl kunnen een positief effect hebben. Punt. Er staat niet in wat dan de verandering zou moeten zijn. Dus als gynaecoloog leer je daar niks over. En help je de patiënt ook niet op dat vlak. Want je hebt nooit iets geleerd in je opvoeding, in je opleiding over voeding en leefstijl. Dus je leest over dat eerste punt heen. En dan vervolgens staat er, je kan kiezen voor een antidepressief of voor de pil, punt. Want dat is evidence-based werkzaam. En wat wij daar anders doen, is dat we kijken naar metabolisme, hormoonstofwisseling, is het Nederlandse woord. Hoe worden hormonen in het lichaam verwerkt? En we kijken naar de haperingen. En kunnen dan bijsturen. Specifieke voedingsmiddelen ook alweer. Met voeding in het algemeen. Soms ook wel met supplementen. En wat we heel vaak zien is dat het vrouwen zijn die moeite hebben met echt het laatste stukje van verwerking. Dat heet methylatie. Dat het daar helemaal spaak loopt. En ja, het heeft een tijd geduurd voordat ik het inzicht kreeg waarom we dat nou zo vaak zien. Dat methylatie juist het probleem is. En het heeft echt een tijd geduurd voordat ik me realiseerde dat als je traag methyleert, dat vanuit onze evolutie waanzinnig veel voordelen heeft. Want dan breek je oestrogeen minder goed af. Met andere woorden, je bent vruchtbaarder. Hè? Dat is evolutionair gezien een handigheidje. Je breekt stresshormoon veel minder goed af. Dat heeft een groot overlevingsvoordeel. Hè? Als jij net een stressmomentje hebt gehad, je bent best aan het plukken. En opeens staat er een beer voor je, zeg maar. En je bent hard weggerend of de bomen geklommen, whatever. En je bent daarna niet binnen 10 minuten weer op een normaal level, maar je blijft om je heen kijken, want immers die beer komt ook niet alleen. Dan heb je een overlevingsvoordeel. Dus als je je stresshormoon minder makkelijk afbreekt. In het huidige tijdsgevricht is het bepaald geen voordeel meer, omdat we alleen nog maar aanstaan. Dus we hebben alleen nog maar de hele dag gevaar om ons heen. Ja, dus de reactie was positief juiste omgeving. Alleen de omgeving is de nadeel. Onze leefomgeving, onze omstandigheden zijn enorm veranderd en daarom keert het zich tegen je. En als je de hele dag door alleen nog maar de capaciteit die je hebt inzet om adrenaline te kunnen afbreken, want te veel adrenaline is echt niet fijn, van te veel kan je zelfs doodgaan, zeg maar. Ja, dan ga je je oestrogeenverwerking lapswansen. En dan kom je in de problemen en krijg je klachten die horen bij oestrogeendominantie. En die zijn veelledig. Dat kan PMS zijn, hè, maar dat kan natuurlijk ook heel gevoelige borsten zijn of zelfs mastopathie. Hè. Dat kan betekenen dat je hevige menstruaties krijgt of heel pijnlijke menstruaties krijgt. Of richting endometriose gaat. Er zijn ongelooflijk veel klachten die gekoppeld zijn aan oestrogeendominantie. En wat we doen is het inzicht geven. Juist door dat onderzoek van oestrogeenstofwisseling kijken van nou, wat speelt er nou bij deze patiënt? Waarom heeft ze deze klachten? Dus het is een beetje een biochemisch legpuzzeltje, maar wel heel leuk. Ja. Ja. En die methylatie die je noemt, kan je dat ook met voeding beïnvloeden? Deels zeker. Hè? Hoe gezonder je voedt, hoe meer stofjes je ter beschikking hebt om te methyleren of om alternatieven paden dan methylatie te kunnen bewandelen. Gelukkig hebben we altijd meer richtingen waarmee je stofjes die je zelf maar kunt afbreken. Zeker, hè? Je kan het voeding absoluut beïnvloeden. Maar veel meer dan dat is het denk ik nog de leefstijl. En wat ook een hele belangrijke is, dat zijn de hormoonverstorende stoffen. Daar heb je het ook heel vaak over gehad in diverse boeken.
Dat zijn allemaal stoffen die lijken op het hormoon oestrogeen, die via dezelfde route moeten worden verwerkt. En ja, als die verwerkingscapaciteit in jouw lijf, en dat is vaak genetisch bepaald, beperkt is, en dan moeten allerlei lichaamsvreemde stofjes doorheen, dan ga je daar de voorkeur aan geven. Dat ga je voor laten gaan dan iets wat je lijf al kent omdat je het zelf maakt. En dan kun je in de problemen komen. Ja, dan heb je het over xeno-oestrogenen zoals plastic en microplastics. Ja, microplastics, de weekmakers met name en plastics, maar ook de residuen van pesticiden op onze groentes. En, niet die biologische ook, groenten. Ja, die ook in je vlees terechtkomen. Hè. Je hebt het natuurlijk over de brandvertragers, niet te vergeten, die alomtegenwoordig zijn. Ja. Hè, die dampen, de PVC-keukenvloer, je PVC-regenpak, je sportkleding, hè, om maar eens wat voorbeelden te noemen. En alle conserveermiddelen in alle verzorgingsproducten die we zo'n beetje, hè, doof enzovoort, die we op ons lijf doen. Hè. Van deo tot begint met je shampoo, je conditioner, je body lotion, je douchegum, noem het op, je nagellak. Het is alomtegenwoordig en je kan eigenlijk niet meer ontkomen aan die stoffen. Als je het zo schetst, is het ook nog een wonder dat een aantal vrouwen geen hormoonklachten hebben bijna. Haast is het een wonder, zeker. Ja. Je hebt het over dus het spectrum van het vrouwenleven. Je noemt overgangsklachten, PMS, menstruatiepijn. Anticonceptie is natuurlijk ook een enorm punt waar heel veel vrouwen interesse voor hebben. Ook vragen over hebben. Ook zeg maar, zelf op zoek zijn naar een juist antwoord. Ik zag op je social media dat er laatst ook weer een interessant boek verschenen was van een collega. Anticonceptie zonder hormonen, uit mijn hoofd de titel. Ja. Wat zijn opties in het palet dat jij je vrouw aanbiedt? Er zijn dus alle opties zijn er. En wat ik echt belangrijk vind is dat je als vrouw, als je voor de keuze staat, goede voorlichting moet krijgen. En als ik kijk naar de officiële science of the science die gesponsord vaak worden door oestrogeen- of hormoonspiraalfabrikanten, die zich zogenaamd objectief noemen, die zijn ontzettend gekleurd. Hè. Dan leren we altijd weer, ja, de kans op zwangerschap, de Pearl-index van de pil, ja, dat is heel laag. Hè. En van een hormoonspiraal is superlaag. Maar ja, van al die andere niet-hormonale middelen, ja, dat is een beetje Russische roulette, hè? Dus daar moet je niet aan beginnen. Dat is inspelen op angst dus. En dat is inspelen op angst en dat klopt niet. Als je echt gaat graven, en dat heeft mijn collega Dorothee Stroek, dat was die gynaecoloog, mijn grote voorbeeld uit Duitsland, heeft zich daar heel goed op ingelezen, heeft allerlei echt oudere onderzoeken uitgegraven. En kwam daarachter van, ja, weet je, iets wat onze ouders vroeger ter beschikking hadden, namelijk voor het zingen de kerk uit, dat is helemaal zo onveilig niet. Oké, als je andere middelen hebt, is dat beter. Maar ik heb in mijn opleiding altijd geleerd, ja, dat is net zo goed raakschieten als wanneer je net de daad volbrengt, zeg maar. En dat is niet waar. Dat is heel grappig. Maar ook bijvoorbeeld de natural family planning, waarbij en temperatuur meespeelt, maar ook hoe ziet je slijm van je baarmoedermond eruit en hoe diep staat je baarmoedermond en of die zich een beetje opent. Als je al die drie aspecten kan combineren, dan heb je een superveilige methode met een hele lage Pearl-index. Minder dan 1% ongewenste zwangerschap per 100 vrouwen per jaar. En dat is beter dan de pil. Wij leren altijd over de ideale Pearl-index. Die staat altijd overal. Maar als je kijkt naar het typische gebruik, gemiddeld genomen blijken vrouwen 6 keer per jaar de pil te vergeten. Gemiddeld, hè? Er zijn er vrouwen die het echt nooit vergeten. Maar je hebt ook vrouwen die dus elke maand 3 pillen vergeten. Dan is het echt niet zo'n hele veilige methode. En als je kijkt naar de synthetische hormonen die in de pil zitten, maar ook in de hormoonspiralen, die hebben ook wel aardig wat bijwerkingen. En tegenwoordig is daar veel meer oog voor, hè, dan toen het allemaal op de markt kwam. En we weten dat er bij de synthetische hormonen een hogere kans is op borstkanker als je heel langdurig die methode gebruikt. Niet met 5 jaar, hè, maar wel met langdurig gebruik. Hè. Langer dan 10 jaar na je 30ste bijvoorbeeld, dan zie je echt de verschillen komen. We weten dat tieners die aan de pil gaan of die een hormoonspiraal krijgen een veel hogere kans hebben om neerslachtig te zijn. En dat is echt goed bekeken in hele grote onderzoeken, bijvoorbeeld in Denemarken, waar de bevolking op bevolkingsniveau vaak goede onderzoeken gedaan worden. Dat is bekend. Maar ja, het wordt eigenlijk niet verteld. Ga je
als meisje van 14 of 15 met bijvoorbeeld pijnlijke menstruatie naar de huisarts, dan is het eerste wat hij voorschrijft de pil. En dat staat ook bovenaan in de richtlijn. En dat is dan toch best... Nou, ik weet niet of zorgelijk het juiste woord is, maar wel een gemiste kans dat die actuele wetenschappelijke kennis, of die wetenschappelijke kennis die misschien commercieel niet zo aantrekkelijk is, laat ik het zo zeggen, dan niet ook gewoon up-to-date is bij, normaal, ze zijn vandaag, vanmorgen zijn er weer tientallen meisjes bij huisartsen geweest met wat menstruatiepijn of wat acne. En 13, 14, 15, 16 zeggen allemaal de pil, omdat het een veilig alternatief is. En je kan het je leven lang slikken, dat is wat je hoort. Dat is wat je hoort, precies. En iedereen om je heen heeft immers ook de pil. En wat dat betreft, ja, ook echt op bevolkingsniveau de voorbeelden. Ik kom uit Zuid-Limburg, zoals je wel hoort. Kijk, in de tijd dat mijn moeder haar vruchtbare jaren had, was er geen anticonceptie, althans niet zo beschikbaar. De pil was zeer uitzonderlijk. Als je die kreeg, werd je nagekeken ongeveer op straat. Want dan wisten ze, oh, zij gaat naar de apotheek, nou, dat zal dan al. Zo, ja, echt ongelooflijk, hè, dat er zulke verhalen de ronde deden. Maar wat gebeurde daar? De helft van de vrouwen in Zuid-Limburg leverde haar baarmoeder in haar jaren tussen 30 en 40 wel in. Dat was normaal, dat was gangbaar. Want dan had je zeg maar een keer een hevige menstruatie gehad of een keer flink pijn. Of je had een myoom. Hoi, hoi, ik heb een myoom, hij mag eruit. En dan had je meteen goede anticonceptie. Dan hoefde je niet meer bang te zijn dat je onverwacht nog een derde, vierde, vijfde of zesde kind kreeg. Zo was het geregeld. En nu is de pil nog steeds heel gangbaar. Het begint een beetje te keren. Het wordt een beetje meer... er worden wat meer vragen over gesteld. Maar ja, als iets heel gangbaar is, omdat al je vriendinnen het doen, dan ga je het ook doen. Ja. Ja, het heeft natuurlijk absoluut twee kanten. Wat je zegt, mijn vader is de 11e van 12 kinderen. Ik bedoel, dat is dan weer de andere kant. Zeker, dan, ja. Ik las laatst met jou een interview in Gezond Nu. En daarin komt eigenlijk ook jouw enorme brede holistische visie terug. Want daarin gaf je de lezer 6 gouden tips. En had je het inderdaad ook over microplastic, benoemde je net, pilgebruik. Over het belang van de uitdaging zoeken, je telefoon uitzetten, hè, voor rust zorgen, de 4e. 5 was eet onwijs kleurrijk. En 6 was maak keuzes en vooral stel prioriteit. Als je het hebt dus over enerzijds uitdaging op zoeken, maar vooral keuzes durven maken, prioriteiten stellen. Is dat voor veel vrouwen een uitdaging, een leerpunt? Ja, dat denk ik wel zeker. Kijk, we worden toch voor een groot deel natuurlijk ook wel een beetje geleefd door de omgeving, door het aanbod wat er is. En ja, laten we wel zijn, we zijn toch bijna allemaal ook gevoelig voor reclame, voor hoe iets staat opgesteld in een supermarkt. Ik trap er zelfs ook nog wel eens in, Richard. Ik ben echt niet heilig op dit punt, hoor. En dan denk ik van, dan kom je thuis met iets en denk je, shit, hoe heb ik dat nou? Ja, als ik dat etiketje lees met mijn leesbril op, die ik dan zeg maar in de supermarkt niet altijd bij de hand heb. Stom. Gewoon heel slimme marketing. Ja, heel slim. Echt heel slim. En nou ja, dus ondanks dat je bewust in het leven staat en probeert je niet in de luren te laten liggen, gebeurt het toch. En dat is geen schande, maar het is wel erg dat het gebeurt. Ja. Nou, is er dan ook een kunst om, wat je aangeeft, veel vrouwen staan vaak aan of de hele dag aan, adrenaline. Hè? Als je dat continu aanmaakt, heeft een negatief effect op die vrouwelijke hormonen. Het beïnvloedt ook je mentale vermogens wat negatief, om uiteindelijk helder te hebben wat belangrijk is in plaats van urgent. Hè? Om uiteindelijk ook te durven kiezen en oog te hebben voor hetgene wat echt belangrijk is, wat je gelukkig maakt, waar je energie van krijgt. Misschien ook juist af en toe een lummeltijd hebben om eens te reflecteren op je dag, op je leven, op je relatie, op je hobby, op je werk. Dus vooral dat rust en het lummelen waar heel veel mensen nu geen tijd voor hebben of geen tijd voor maken. Eigenlijk die diepe ontspanning, omdat overleven natuurlijk evolutionair boven voortplanting gaat, of een optimale vrouwelijke hormoonbalans. Is dat ook bijna een standaard recept wat je aan vrouwen meegeeft? Zeker wel. Hè? Dus vrouwen krijgen bij ons altijd een breed advies. En dat gaat over leefstijl en over voeding. En inderdaad over rust en stress. En het gaat altijd over body-mind technieken staan erin. Maar ook natuurlijk beweging, een heel belangrijk onderdeel van hoe je gezond blijft. En
Ja, en het advies is altijd zoek iets wat bij je past. Hè? Want dan zijn ook echt mensen, ik zelf ook, die helemaal na worden van in een groepje yoga zitten doen. En iedereen kan in die positie. Ik nooit, hè? Dat lukt mij niet. Ik krijg altijd stress van. Mm-hmm. Dus dan ga ik iets anders doen waar ik wel goed in ben. Ook een body-mind techniek, een dans body-mind techniek. En ja, hè, door goed te zoeken en goed om je heen te kijken, vind je altijd wel iets wat bij je kan passen. Ja, wat zijn nog andere body-mind technieken? Je zegt yoga, je zegt dans. Mindfulness bijvoorbeeld natuurlijk is een hele belangrijke meditatie. Hè? Maar je kunt ook, body-mind zijn. Dus in Nia, die dans die ik dan doe. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook martial arts in. Dat heb ik heel lang, heel fanatiek gedaan. Ook alleen martial arts. Dus ook heel erg body-mind. Heel erg terug naar hoe je lijf voelt en hoe je staat, hoe je beweegt, het bewustzijn daarvan, dat creëert ook gezondheid, denk ik. Ja, absoluut. Dus dan heb je ook het lichaamsbewustzijn en ook jezelf als mens in wisselwerking met de omgeving. Je ziet volgens mij ook in het moderne leven, wat ik althans hoor, dat onvruchtbaarheid een steeds meer voorkomende klacht is. Ja, dat denk ik, dat klopt. En heel lang is natuurlijk ook gekeken van hoe. Of ze eigenlijk verminderd vruchtbaar natuurlijk. Ja, verminderd vruchtbaar. Onvruchtbaarheid is wel heel zwart-wit. Ja. Hè? Dat is er bijna niet. Het grootste probleem is de verminderde vruchtbaarheid. En dat we dat in Nederland ook veel meer hebben dan in landen om ons heen. En heel lang is gekeken naar cijfers en gezegd, ja, dat komt omdat Nederlandse vrouwen zo laat moeder worden. Dat is ook zo. Hè? We hebben gemiddeld genomen in de wereld ongeveer de oudste moeders. 31 jaar genoeg? 29 gemiddeld. En dan vrouwen met een hbo of hoger opgeleid, gemiddeld wel boven de 30. Hm. Richting 34 voordat je je eerste kind krijgt. Omdat we zoveel moeten eerst. Hè? Is natuurlijk ook dat is iets van hoe de overheid. De cultuurbubbel. Ja, de cultuur, maar ook hoe de overheid ons de ruimte geeft om het zo te kunnen doen, om op jonge leeftijd een kind te krijgen. Met 25 is een grote uitzondering. Dan ben je al jong moeder tegenwoordig. Kunnen we dan wat leren van andere landen, bijvoorbeeld van Scandinavië? Nou, ik denk dat we daar zeker wel wat van kunnen leren. Ik ben een tijd geleden, drie jaar geleden, in Noorwegen met vakantie geweest. Ik zag er ongelooflijk veel vrouwen met baby's rondlopen. Nou, misschien ook wel omdat ik op dat moment mee bezig was. Maar ik zag het heel veel. Of was een grote stroomstoring? Ik weet het niet. Ik zag heel veel jonge mannen. Dus echt jonge mannen. Dus echt halverwege de 20. Dat zie je in Nederland niet. Hm. Achter een baby aanlopen. Of met een peuter en een baby. En heel veel vrouwen ook in het openbaar borstvoeden. Ook iets wat je in Nederland soms ziet. Maar ook nog niet zo heel gangbaar is. Stoppen we weg achterin. Ja, precies. Dat is toch nog altijd iets wat met schaamte is beladen. En net alsof het niet bij het normale leven hoort. Hè? Dat doe je niet, zeg maar. Ja, dat viel me heel erg op. En daar is natuurlijk een goed opgetuigd ouderschapsverlof. Moederschap en vaderschapsverlof. Om ook de gelijkheid en kansen en carrière zoveel mogelijk te garanderen. Ja, en ik denk dat dat heel goed is. Ja, dus dan zie je eigenlijk ook hoe interessant het is dat een goede vrouwelijke hormoonbalans van al die politieke eigenlijk keuzes ook samenhangt. Dat alles ook daar met elkaar samenhangt. Ja, absoluut. Want je geeft ook scholingen en nascholingen. Wat is nou het belangrijkste wat je ziet bij andere artsen of therapeuten qua inzichten die je hun kan geven? Dus misschien dus mythologieën die bestaan, waaronder wat je net aanstipt van de anticonceptiepil. Mm-hmm. Dat maar een veilig verantwoord alternatief is levenslang die je artsen therapeuten kunt geven. Nou, met name wat echt heel veel inzicht geeft aan collega-artsen, is dat hormonen niet alleen worden gemaakt. Want dat hebben we wel geleerd, hoe dat zit. Hè? Dat werd aangestuurd, hè? Hypothalamus, hypofyse, eierstokken. Oké, dat er ook nog samenhang is tussen schildklier en bijnier en alvleesklier, insuline en hormonen van de eierstokken. Dat is al vaak een heel erg van, zit het zo? En dan ook nog dat de hormonen weer moeten worden verwerkt en wat er allemaal een rol in speelt. Dat met name is een niemandsland voor de meeste dokters. Ik heb hem ook nooit afgevraagd. Het is werkelijk wonderbaarlijk dat ik jarenlang gynaecoloog was zonder me af te vragen hoe die hormonen die gemaakt werden ook weer werden afgevoerd. Ik wist het niet. Het stond in geen enkel boek. En als je dan kijkt, de impact juist van voeding en leefstijl, rust en
beweging en darmgezondheid op het hormoon, metabolisme op het hormoonstof is en hoe groot dat is, dan is het haast een godsput dat het niet in de reguliere geneeskundeopleiding zit. En dat is vaak een enorme eye-opener. Ja. Zie je dat aan komende 10, 15, 20, 25 jaar nog wel opgenomen worden in de reguliere geneeskunde? Of zijn het gewoon twee verschillende werelden? Er zijn wel publicaties over het onderwerp. Die vind je als je goed graaft op de grote site met wetenschappelijke onderzoeken PubMed. Daar vind je zeker wel wat informatie terug. Gemiddeld genomen blijkt het inzicht, het bewezen, zeg maar, wat bewezen wordt met wetenschappelijk onderzoek, zo'n 17 jaar nodig te hebben voordat het in een richtlijn terechtkomt. Ik heb hoop, Richard. Komt. Ja, absoluut. Dus. Zoals je kijkt hoe nu toch her en der een richtlijn al iets staat over voeding en leefstijl. En net iets meer als de beroemde richtlijn die ik net noemde, de premenstruele syndroomrichtlijn. Voeding en leefstijl kunnen een positieve invloed hebben op de klacht. Punt. Maar net iets meer, namelijk wat dan moet gebeuren. Ja, dan is er hoop. Absoluut. Nou, dat geloof ik ook. Ik geloof uiteindelijk dat het ook allemaal goed gaat komen. Je vertelde al dat je natuurlijk enorm veel bevallingen heb gedaan. En dat vroeger ook wel iets wat je zei tussen half twee. Ik heb er maar twee gedaan, Richard. Die van mijn eigen kinderen. En bij de andere was ik aanwezig. Dankjewel. Grapje. Voor de nuance. Gynaecologie grapje. Hou ik van. Ja, de twee. Maar ja, dus in ieder geval het fijne is wel dat je het lijkt me ook als vrouw zijn. Want je hebt ook als man natuurlijk veel. Maar als vrouw zijn dan weet je ook echt natuurlijk wat het inhoudt. Dus je hebt ook veel mannelijke gynaecologen. Maar ik zeg niet per se dat die minder waardig zijn. Maar je hebt veel mogen begeleiden. Ja. Ook natuurlijk een aantal seksshows, hè? Dat het niet op een natuurlijke manier gaat en dat we op de operatiekamer de kind uit de buik kunnen halen. Is dat, want je noemde net voor mij, zei je 1000 of 1000+, blijft dat even magisch? Maar dat is dus mijn aanname, maar ik kan me ook voorstellen. Het is altijd magisch. Het is gelukkig nooit routine. Het is altijd heel bijzonder om bij de wording van nieuw leven, hè, dan echt aanwezig te kunnen zijn. Maar ik bedoel, je hebt een dubbele pet op. Je bent ook verantwoordelijk dat het met kind en moeder goed blijft gaan als medisch specialist. Zeker. Dus er spelen misschien meerdere emoties. Absoluut. Er spelen altijd heel veel emoties. En ja, heel veel mensen hebben toch nog altijd een beetje het idee, collega medisch specialist hadden die, ga je wel leuk kindjes vangen, zeiden ze dan als we na de pauze weer terug naar onze afdeling gingen. Jongens, ons vak is echt wel wat breder dan kindjes vangen. En nee, het is helaas niet altijd leuk. Helaas gebeuren er ook heel vervelende dingen in de verloskunde. Hè? Dus kindjes met aangeboren afwijkingen, moeders die ernstig ziek worden, kinderen die sterven in de baarmoeder of kort na een bevalling. Ja, dat gebeurt ook. En nee, het is dus niet altijd feest bij de gynaecologie. Maar het aanwezig kunnen zijn bij de geboorte van een kind, dat is heel magisch. Zeker. Ja. Ja, je perspectief, is dat veranderd ook op het leven misschien zo? Maar ook omdat je zelf twee keer moeder hebt mogen worden. Dus als het wel allemaal goed gaat, eigenlijk wordt het wonder alleen maar groter. Zeker. Als je ook af en toe meemaakt dat het dus niet goed gaat. Ja, misschien is dat ook wel zo. Ja. Ja. Het is iets wat je nu natuurlijk niet meer doet, de bevallingen. Nee, ik doe geen bevallingen. Mis je dat of zeg je van het is helemaal mooi geweest, die hele fase? Is inderdaad mooi geweest, Richard. Ik heb ongeveer 22 jaar in de verloskunde gewerkt en dat is prima. Het was een goede tijd en ik heb het afgesloten. Ik heb het niet helemaal afgesloten omdat ik ook nog wel steeds bezig ben met iets heel anders dan integrale geneeskunde. Dus de acute verloskunde is een ander bedrijf waar ik me mee bezig hou. Er is net een boek verschenen, het handboek acute verloskunde, mede van mijn hand. En dat is natuurlijk nog een ander ding wat ik ook doe. Juist, dat is heel erg richtlijngeneeskunde. Maar juist acute zorgen. En dan zijn richtlijnen bijzonder belangrijk. En goede communicatie. En dat kun je niet, je kunt het niet loszien van elkaar, integraal. Ja. Ja. Fantastisch handboek trouwens, een aanrader. Als je het hebt over dus ook al die rollen, acute verloskunde, je bent moeder, je bent auteur, je bent spreker. Hoe hou je uiteindelijk je eigen vrouwelijke hormonen ook in balans met al die rollen? Daar heb ik nogal wat te leren, Richard. Ik neem niet altijd genoeg gas terug. En het gaat steeds beter. Ik leer ook wel steeds meer. En er af en toe uit te gaan. Moet gewoon en dan af en toe toch de tijd. En jongens, ik ga deze week gewoon een lekker boek lezen. Doe ik te weinig? Nu meer dan 10 jaar geleden. De jongens zijn natuurlijk nu volwassen. Het scheelt ook al enorm.
En de manier van mij om uit te gaan is dat ik naar onze oogsttuin ga. We hebben een lidmaatschap op een biologisch dynamische oogsttuin. De tuinder kweekt alles en zorgt dat het er allemaal goed uitziet. En je gaat zelf oogsten. En ik kan het zo druk hebben en denk ik, oh, ik moet ook nog naar de oogsttuin, help. Wanneer moet ik dat doen? En dan ben ik daar. En dan denk ik van, oh, had ik het druk? Dan wanneer ik zo anderhalf uur door die tuin en pluk besjes en ik graaf worteltjes uit en snijd preien af en haal me sla en pluk de pultjes. Dat is zo heerlijk. Dan ben je echt in de natuur. En echt ook, dan is het zo mooi om te zien hoe het groeit en kun je zo dankbaar zijn voor dat voedsel is. Wat met zoveel aandacht en liefde en zo'n goede energie is opgegroeid. Dat ontspant mij enorm. Ja, je bent in de natuur, je bent in je lichaam. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen? Nou, ik denk dat wat ik echt heel graag wil, is dat wij mensen, patiënten, cliënten van jou, echt de instrumenten teruggeven om zelf weer de invloed op de gezondheid terug te pakken. Dat je weer leert wat kan invloed hebben en dat je dat gaat ervaren. En dat is echt waar ik voor sta in de vrouwenpoli. Oké, daar zijn het patiënten, dus de mensen hebben al een probleem. Het allermooiste is als we het kunnen gaan voorkomen, als we echt preventieve geneeskunde kunnen gaan toepassen. En niet meer brandblus geneeskunde. Dat is mijn grote droom. Mooi, fantastisch. Helemaal met je eens. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over het boek Hormoonbalans voor vrouwen? Ja, het boek is gewoon te koop bij de betere boekhandel. Natuurlijk ook bij de grote blauwe meneer. Dankjewel Barbara voor je komst in de Oosterk podcast. En laten we samen nog de preventieve geneeskunde dat podium geven dat het verdient. In plaats van de brandblusgeneeskunde. En ik heb genoten van je mooie verhalen, je kennis en je enthousiasme. Dus alle goeds. Dankjewel Richard. Het is onze missie dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben door middel van de juiste zelfzorg. Dat doen wij via ons gratis lidmaatschap, ons zelfzorgabonnement en onze Oersterk coachopleiding. Deel deze podcast, volg ons op Instagram, Facebook en abonneer op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden we samen het gezondheidsvirus. Dank en proost op een beter leven. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.